Meneer Tasselaar, VSP, Verenigde Seniorenpartij, wat waren de kernpunten van uw woordvoering? Nou, dat zal u niet verbazen. De kernpunten waren de zorg voor de ouderen. Gaat natuurlijk niet goed. Als je kijkt wat er allemaal gebeurt in de zorgsector, ook het personeel die zorg moet verlenen, die hebben ook hele grote problemen om dat voor elkaar te krijgen. Ze mogen bijna niks meer. Zelfs niet even een vuilniszakje meenemen of een kopje wassen. Dat is gewoon belachelijk. En de grootste zorg voor ons is nu ook weer in de wielen. En dat geldt voor meerdere instanties om die recreatieruimte dus gewoon te gaan sluiten. Dat de mensen niets meer hebben. Het eten kan niet meer gemaakt worden of geserveerd worden. Ze krijgen het gewoon op de kamer. Ik heb wel eens gezegd, nou, het is nog geen luikje in de deur, maar het is bijna een gevangenis. Want ze zitten gewoon opgesloten. En dat is onze grootste zorg. Ook de vereenzaming van die mensen. Wat denkt u dat de politiek hier lokaal concreter kan doen? Nou, lokaal. Ik vind dat de politieke partijen die landelijk georganiseerd zijn gewoon aan de bel moeten trekken. En dan is het naar Van Rijn gaan en dan zeggen Van Rijn. Ik heb ze ook niet gehoord van je naam is klein, maar je daden hebben hele grote gevolgen. Trek hem als een jas en schud hem leeg en zorg dat geld in Dordrecht komt, want dan gaat gewoon fout. En ik vind ook dat alle gemeenten in Nederland zitten met de kampen. Ze moeten het niet lokaal houden, ze moeten het echt naar Den Haag brengen. En dan hebben we kans.